Hi en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Kanai Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we een mooi voorjaarsarrangement maken. Hij is niet moeilijk, maar hij lijkt uiteindelijk wel heel apart, dus dat is heel leuk. En hij is ook nog eens voor een hele leuke aanbiedingsprijs te bestellen. Wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. En dan krijg je het thuis bezorgd. We leveren door Nederland, België en Duitsland. Dus waar je ook woont, we sturen het gewoon naar je op. Dan kun je lekker in deze tijd toch mee aan de slag. Goed, dan gaan we nu gauw beginnen. Heb je er zin in? Doe alvast een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan. Dan blijf je op de hoogte van alle video's die ik maak. Ik zie dat 70% van mijn kijkers niet geabonneerd is. Dit kost helemaal niets, maar daarmee help je mij ook groeien. En je krijgt gewoon een melding als er een nieuwe video online komt. Als je het belletje aanzet, dan krijg je echt een melding. En abonneer je alleen, dan krijg je een mooie tijdlijn te zien. Dus goed, gaan we nu echt beginnen. Ik heb hier een heel mooi natuurlijk stuk hout. Mooi dik. Je kan hem zo gebruiken. Je kan hem zo gebruiken wat je zelf net mooi vindt. Maar ik vind het wel mooi om echt dat natuurlijke hout aan de bovenkant te doen. En ik heb voorjaarsbolletjes. Daar hebben we nu toch zin in. Dus daar gaan we aan de slag. Die ga ik eventjes uit het potje halen en de potgrond verwijderen. Als je de meeste potgronden af hebt, kan je nog even met een bakje water eventjes de worteltjes afspoelen. Je kan het ook gewoon onder de kraan doen, maar dan zit je wel met zand. Dus je kan ook eventjes in een bakje water. En dan leg je hem gewoon even in het doek en dan maak je hem verder schoon. Het is niet erg als er nog een beetje zand op is, maar het is wel het mooiste als het grootste deel eraf is. En dit doe je met alle bolletjes. Wat we dan gaan doen is pakken de schors erbij en we gaan de bolletjes verdelen over het schors. Ik heb verschillende, ik heb narcisjes en ik heb blauwe druifjes. Dus het leukste is denk ik ook om dat te verdelen. Maar je kan natuurlijk ook in groepjes werken, dat is net wat je zelf leuk vindt. Je kan ze rechtop zetten, maar je kan ze ook neerleggen. Dat geeft ook een heel leuk effect. Ik ga het een beetje afwisselen, dus ik zet de ene rechtop en de andere leg ik neer. Dan krijg je een beetje een wirwar effect. Maar ik verdeel de soorten wel door elkaar. En dan pakken we een stukje mos en dat verdelen we ertussen. Ik vind het zelf persoonlijk wel heel mooi als je nog worteltjes ziet. Maar vind je dat niet zo mooi, dan kan je het wegwerken met het mos. Dit doe ik ook met een beetje Tillandsia. En dan pak ik een stuk touw en die wikkel ik er omheen, zodat de bolletjes eigenlijk daarmee vast komen te liggen. Dus je bent geen lijm of wat dan ook nodig. We maken het vast met het touw. Oh, daar gaat eentje, die ligt straks even weer op. Uiteinde zet ik gewoon een beetje vast onder het mos, zodat je hem niet ziet. Maar ik trek hem wel eventjes strak, zodat alles goed vast zit.
Kijk, en dan hebben we echt al een heel leuk plankje. Hij is nu echt al super leuk. Dus hou je van natuurlijk, dan is dit heel leuk. Kan je er misschien wat takjes aan toevoegen. Ja, en is hij eigenlijk haast al af. Maar ik vind het wel leuk omdat hij nu nog niet bloeit. Dat gaat hij natuurlijk wel doen. Maar om er nu alvast wat kleuren aan te brengen. Dat doe ik door wat gedroogde materialen te gebruiken. Want zo kan je dit gewoon zo neerzetten. Hoef je er niet naar om te kijken. Dus dat is natuurlijk echt al een voordeel. Maar je hebt wel gelijk wat kleur. Ik heb mooie crasperia, ik heb mooie geverfde grasjes. Dus die ga ik aanbrengen in dit stuk. Je kan eigenlijk alles nu weer vastzetten onder het touw. Dus dat is zo leuk aan het touw. Je bent geen lijm of iets nodig. Iedereen kan het maken zonder dat je echt extra benodigdheden nodig bent. Natuurlijke grasjes. Die geven zo'n leuk sprieterig effect. Kijk hoe leuk. Nu is het stuk eigenlijk nu al heel leuk. En je kan hem echt zo neerzetten. Maar ik vind het altijd wel leuk om nog even iets extra diepte in aan te brengen. En dat doe ik weer door deze curly takken. Daar zit ijzerdraad in. Dus dat kan je heel leuk verwerken. En dit wikkel ik er gewoon heel licht omheen. Zodat je iets meer diepte krijgt in het stukje. En dit herhaal ik. En het uiteinde kan je eigenlijk weer ertussen steken zodat je hem niet ziet. Maar kijk altijd eerst even hoe hij een beetje uitkomt. En dan op het laatst maak je eigenlijk de uiteindes pas echt vast. En je kan natuurlijk ook weer aan elkaar verbinden als je het makkelijker vindt. Dan kan je nog een beetje schuiven om te kijken of alles mooi op zijn plek valt. En dan heb je een heel mooi apart, maar natuurlijk stuk. En eigenlijk heel makkelijk om te maken, maar het lijkt wel heel moeilijk. Dus dat is natuurlijk heel leuk. En dan hoop ik dat jullie dit weer een leuke les vonden. Vond je het leuk en wil je het pakket bestellen? In de beschrijving vind je dus een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Verzenden door heel Nederland, België en Duitsland. Dus waar het ook naartoe moet, dat kan gewoon. Vond je het een leuke video? Doe een duimpje omhoog. En vergeet natuurlijk niet te abonneren. Hè? En je mag natuurlijk altijd in de reacties even een leuke reactie achterlaten. Dat vind ik sowieso leuk. Maar als je iets wil leren of wat dan ook, kan je dat ook even in die reacties achterlaten. Dan ga ik kijken of ik dat mee kan nemen in de video. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En dan zie je mij de volgende keer weer.